Het nieuws van Twente van woensdag 12 december. Een jongen uit Rijssen neemt een vuurwerkpistool mee naar school. En Pepijn uit Enschede wil de ware liefde vinden via een tv-programma. Ik ben direct die dag bij de auto gestapt. Gewoon op, hup, naar Nijmegen. Goedenavond. De politie heeft vanmiddag enkele waarschuwingsschoten gelost bij de aanhouding van een man. Dat gebeurde aan de Willemstraat in Hengelo bij het politiebureau. Er werd een man aangehouden die mogelijk een wapen bij zich zou hebben. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt. De precieze toedracht van het incident wordt onderzocht. Kinderen in Twente gaan minder vaak naar HAVO en VWO dan hun leeftijdsgenoten elders in het land. En dat is geen kwestie van het achterblijven, zo zegt het onderwijs. Het zou juist komen door de ouders die minder geneigd zijn om hun kind te pushen. Gemiddeld gaat in Nederland bijna de helft van de kinderen naar HAVO of VWO. Maar in 10 van de 14 Twentse gemeenten is dat veel minder. De gemeente Twenteland staat daarbij onderaan. Daar gaat maar 1 op de 3 kinderen naar HAVO of VWO. Een jongen uit Rijssen is aangehouden voor het bezitten van een vuurwerkpistool. De minderjarige jongen had het wapen meegenomen naar zijn school, het Reggestein in Rijssen. De school kreeg een melding en schakelde direct de politie in. Agenten hebben de jongen meegenomen naar het bureau en het wapen is in beslag genomen. De liefde van je leven proberen te vinden via een tv-programma. Pepijn uit Enschede was deze week te zien in First Dates. Hij deed voor de 2e keer mee. En deze keer lijkt het beter voor hem af te lopen dan bij zijn eerste deelname. Er zit nu een vervolgdate in voor hem met Els uit Nijmegen. Heeft Pepijn nu ook echt de liefde gevonden? We hebben wel contact. En op zich, uit die eerste date is een... Hij zegt wel leuk verhaal. Ik ben ook echt direct die dag bij de auto gestapt. Gewoon op, hup, naar Nijmegen. Gewoon, ja. Het was erg leuk, gezellig. Even met de hond geknuffeld. En ja, daar is dus verder ook nog een tweede date uitgekomen. Dat was inmiddels een tijdje terug. En sinds de aflevering gisteren hebben we weer contact gehad. Want ja, voor beide kanten waren we ontzettend druk. Ik ben werk, zij met werk. En in die zin is het gesprek weer een beetje op aangewakkerd. Ook. Dus het, misschien date nummer 3. Ik heb niet het idee dat ik mezelf anders heb voorgedaan of anders heb moeten voordoen om mezelf neer te zetten op die date. Dus ik heb gewoon lekker mijn gekke zelf geweest. Dat vond ik eigenlijk heel prettig, dat ik gewoon mezelf kon zijn en geen enkele vorm van druk voelde eigenlijk van buitenaf. Wat komt er dan allemaal op je af qua reacties? Over het algemeen gewoon goede reacties ook. Ik vond het wel een beetje spannend, vooral Twitter, hè. Wat ja, gaan ze zeggen? Ik weet nog de vorige keer, ja. Er waren mensen die verbaasden zich vooral over, is hij nog maar zo jong? En ja, dat soort dingen. Ja, die dachten dat ik een jaar of 60 was. Dat... Ja, het lijkt me niet heel leuk om terug te lezen. Nee, nou, dat vond ik wel meevallen. Okay. Ik vond meer dat ze me vergeleken met vader Abraham was een dingetje. Maar inmiddels vind ik de vergelijkingen beter. Ik word vergeleken met Doc Brown van Back to the Future. Dus dat is, daar heb ik toch wel meer respect voor. Ja. En ook, hoe die gast ook weer? Catweasel. Oh, ja, dat hoorde ik Els ook zeggen gisteren. Ja, want haar vader vond dat ze op Catweasel-type stuurde. Ja, nou, dat zit dan wel goed, denk ik. En we gaan dan nog even terug naar eind oktober, naar Halloween. In het centrum van Almelo was op 31 oktober een speciale Halloween-koopavond. Volgens de ChristenUnie was deze act van muziektheater Servus schokkend en gewelddadig. Volgens de partij zat de act vol met verwijzingen naar oorlogsmisdaden in Syrië en de Ku Klux Klan. En waren veel bezoekers in de binnenstad overstuurd door deze verheerlijking van dood en verderf. Maar volgens de gemeente Almelo is er niets aan de hand. Het evenement is een uiting van artistieke vrijheid. En er zijn bij de gemeente ook geen klachten binnengekomen. En dan nog het weer voor Twente. Het zijn koude dagen, met overdag een paar graden boven nul en 's nachts enkele graden vorst. Het is bewolkt, al komt overdag ook de zon soms tevoorschijn. Er staat een matige wind en het blijft voorlopig droog. Zondag dan komt er wel regen en mogelijk ook sneeuw. En tot zover het Twentse nieuws voor vandaag. Zometeen hier op 1 Twente een aflevering van Mijn Spirituele Zoektocht. Ik wens u nog een fijne avond verder.